Maar ik ga wel richting de Ardennen gaan. Ik ga zien wat ik raak. Ja, ik ben zo goed als klaar om te vertrekken. De motor is nog aan het opladen. Zit nu aan 93% blijkbaar. Ja, en we zijn vertrokken. Ik heb een sjaal in mijn mond zitten. Ik probeer die eruit te krijgen, maar dat lukt niet echt. Ik ga uiteraard in eco-modus rijden. Maar ik ga voor de rest niet op mijn snelheid laten. Ik ga op mijn snelheid laten, maar ik ga niet... Oh, de sjaal. Ja, oké. Okay. Maar ik ga niet... wat ging ik zeggen? Ik ga op de snelheid letten in de zin dat ik mij aan de limieten ga houden. Maar ik ga niet trager rijden ofzo dan de limieten. Naar de Ardennen, dus dat betekent Wallonië. Dus ik ga overal, ik ga op veel plekken gewoon 90 per uur kunnen rijden. Zeg. En ik heb dus handschoenverwarming, mijn handvatverwarming ligt niet aan, dat doet sowieso niet veel. Dat is zo, ik weet niet, dat is een vreemde uitvinding op zich. Als je zomerhandschoenen aan hebt, dan komt dat er goed door. Maar in de winter doe je natuurlijk dikke handschoenen aan en dan komt dat er veel minder door, die warmte. We gaan nu eerst naar Bergen. Daar proberen opladen ergens. Oh, die rijdt echt zalig, die motor. Zo. Misschien is het ook wel deels omdat ik nu vooral met deze rij en met zijspan. En zijspan is qua weglegging eerder een nachtmerrie. Ik ga niet continu filmen. Want de camera kan 1 à 2 uur filmen. En mijn handschoenen kunnen nog ongeveer op de laatste stand 4 uur. Ik ben mij wel een beetje klein aan het maken. Maar dat is het enige dat ik echt doe voor... En dat is niet echt voor mijn range dat ik doe. Dat is meer omdat dat... dat zit gewoon... Allee, op lange termijn is het comfortabeler als je bovenkant helemaal relaxed zit. En dat gaat bij deze motor het beste als ik mij wat klein maak. De auto? Nee, sinaasappelschillen. Het is de tijd van het jaar. Hè? De zon is daar net. Hier ben ik, als ik het goed heb, in of vlakbij Ad. Dat is halfweg Bergen, denk ik. Ik ben van 95 naar 78 gegaan. Maar ik heb wel... ik probeer erop te letten, maar ik zit erop boven de 90. Hè? Dat is een chic gebouw van de Belfius. Doet die lelijke blinde weg en dat logo weg. En installeert daar een villa en ik zou het wel zien zitten. Ik heb nog altijd geen handvatverwarming. En ook mijn handschoenen nog niet opgezet. Ik heb trouwens mijn handschoenverwarming al op het laagste standje opgezet. Hè. Ik heb mijn cruise control ingesteld. Ja, ik had zo'n hendeltje. Het ID-print, maar ik heb het daar in slecht of zo. Maar kijk, hij reed zelf. Hij stond op 90 gesteld en hij reed maar 87. Dat is iets raars. Hier moet ik even. Het is rechtdoor. Tot nu toe is het altijd al rechtdoor geweest aan de ronde punten. Dus het is, voorlopig is het een makkelijke route. Cool, hè? Die toren daar, dat is van Paradise. Hier is zelf file. Allee, file is veel gezegd, maar verkeer. Ja, dat kan mijn range maar te goede komen. Ik ben zowel links en rechts aan het kijken, maar ik zie nog niet direct laadpalen. Zo. Dat is hier al mond volgens mij. Dus ik ga nog even zien of ik hier iets vind van laadpalen. Ik ga mijn buur ook verwittigen dat ik op de baan ben, dat ik aan het rijden ben. Dus daar ben ik. Van de kooruitkunde, waar ik net vandaan kom, daar kunnen blijven opladen. Ik ga een klein beetje verder zoeken, meer richting het centrum. Oh, we zitten nog maar in Nimi. Hier is Bergen. Ik ga die pakken. 5 kilometer van hier. Ja, dat merk ik ook altijd, dat Wallonië zijn de mensen extreem vriendelijk naar motorrijders. Dat is vreemd. Hè? Ik kan hier in Wallonië kan ik echt zo op een... Op een gewone weg aan het rijden ze. En als ze in de gaten hebben dat ik achter iemand rijd, dan is het echt massaal veel moeite doen om uit de kant te gaan. Dat je bijna niet durft er niet voorbij te gaan. Oké, hier recht vooruit zou een laadpaal moeten zijn. Hier is een parking, dat gaat op die parking liggen allicht. Gok ik. Ik zie nog niks. Ah, wacht, daar. Wat is dat? Ja, elektrisch.
En in een Mini Cooper staat niet op de juiste plek. Zo verzuurd ben ik dan, hè. Voilà, zover zijn we al. Het is een merk dat ik nog niet gebruikt heb. Maar het brandt groen licht, dat is al goed. Dus ik ga mijn kabel pakken en zien. Hè. En mijn masker natuurlijk. Ja, de motor moet uitstaan. Ah, die is al begonnen met laden. Oké, handig. Ik weet niet hoe verstaanbaar ik ben met dat masker. Ah ja, de Mini is ondertussen verdwenen. Maar ik heb hem juist ingeprikt. Dat was groen, dat is blauw geworden. En is beginnen laden. Maar ik heb hier niks van interface voor huurstof van alles. Maar ik heb hier geen enkele mogelijkheid om het laden te starten of te stoppen. Maar op zich hoeft dat geen probleem te zijn, want hij is gewoon begonnen. Zo, nu en dan, dan doet hij een paal. Maar ik zie ook dat schermpje is totaal niet actief of zo. Waarschijnlijk elke minuut dat hij een keer doet, dat kunnen ze er wel in programmeren. Maar betaalsysteem werkend krijgen, dat lukt niet. Ideaal, gratis elektriciteit. Ik moet er een uurtje voor rijden, maar dit bestaat. Dan ga ik nu mijn koffietje van mijn koffie genieten. En dan wat fotograferen hier in de buurt. Ik weet niet alleen wat dat vrij verstandig was van ik ga warme drank mee, dat is denk ik verstandig, maar van allemaal koffie mee te pakken. Ik ga op het einde van de dag er helemaal klaar voor zijn. Oké, van die camera is de batterij al leeg blijkbaar. Ik heb weer de fout gemaakt van niet in te steken. Ik ga nu naar Philippeville, nog voor Dinant. Het 60 kilometer binnendoor staat er hier. En daar is er een laadpaal, dat ik zeker van ben. En Dinant vind ik niet direct een laadpaal. Op dit moment heb ik een range van 175. Het grootste probleem van de temperatuur is hier aan mijn nek. Dat dit ding... Ja, omdat het velcro stuk is. Ja, ik blijf me net dat die er kan afhalen. En dan laten opladen. Ik ben er net die ik er niet overrijden. Ik heb hem eraf getrokken en is op de grond gevallen. Ja, niet op de lens. Nou, we zijn terug bij een laadpaal. Het is van hetzelfde systeem, dus wie weet, met een beetje geluk is het weer gratis. Ik heb nog maar 58%. Ja, het is echt wel een groot verschil met toen ik naar de kust gereden ben, heb ik eigenlijk, ik ga ondertussen mijn kabel insteken. Toen ik naar de kust gereden ben, heb ik eigenlijk, was het warm, wat interessanter is voor de accu, maar ook voor mij natuurlijk. Was het vlak, mocht je maximaal op de meeste plaatsen maximaal 70 km per uur. Hier is bijna overal 90 km per uur, plus dat het een vrij vlot 90 km per uur is. Ja, en ik volg het verkeer vooral. Dus ja, het gaat veel sneller achteruit. Ja, nog een keer de hellingen ook, anders eerst vlak, hier heb je de hellingen. Het is een groot verschil. Ik ga, terwijl dat hem hier aan het laden is, ga ik ook een keer opzoeken of dat er in Dinant, dat is de volgende stop, of dat er, maar ik denk dat ik wel bij Dinant ga stoppen, want het is al 3 uur ondertussen. Maar ik ga dan een keer zien of ik in Dinant een laadpunt kan vinden. Als ik die vind, kan ik nog tot daar rijden, en anders ga ik hier al rechtsomkeer maken. En nog, ja, waarom heb ik eigenlijk geen eten mee? Misschien moet ik hier iets zoeken om te eten ook, want ik heb dus niets van eten mee. Nu ben ik eens benieuwd of dat het hier ook weer gratis kan zijn. Ja, straf. De volgende keer neem ik ook wel een soepje mee. In plaats van koffie. Het is nog altijd warm. Oké, ik heb net even mijn opties bekeken. Ja, ik ben op weg naar een bakkerij. Hier is een bakkerij een beetje 5 minuten stappen. Dus ik ga daar iets kopen om te eten. De opties qua rijden en laden vooral. Naar Dinant toe
is er effectief geen, in die land is er blijkbaar geen, of toch geen geregistreerde laadpaal die ik kan vinden in de app die ik gebruik van de New Motion laadpassen. Dus daar zou ik niet kunnen opladen, maar als ik dan doorrijd naar Cine, daar kan ik wel opladen. Het is ook van die laadpaalmerk waar dat ik nu al 2 keer gratis heb kunnen laden. Dus dat zou een optie zijn, maar het gaat te laat worden. Dus ik ga dat vandaag niet meer doen. Daar is de bakker, denk ik. Dat was zelf geen 5 minuten stappen. Dus wat ik ga doen is, ik ben nu aan het opladen nog. Van hieruit, als ik recht naar huis wil rijden, is net geen 100 kilometer. Dus, en ik heb nu ongeveer ook een bereik van 100 kilometer. Dus als ik nu alles wat ik nu nog kan bijladen is extra. En als ik thuis kom met 0 accu, of met nog 10% over, is dat geen ramp, want dan kan ik hem gewoon insteken. Hè. Dus ik denk dat ik dat gewoon van hieruit in één keer ga doorrijden. Ik ga hier eerst kijken bij de bakker binnen. Ik kan niet met bankcontact betalen bij die bakker, maar het zijn hier wel iets van 3-4 banken in de buurt, dus ik ga hier gewoon geld afhalen. Een crème koek en 3 croissants. Het begint zelf al donker te worden. Ik zou zelf nog gratis kunnen bijladen. Maar ja, ik zag gratis, maar uiteindelijk zou die motor half volladen, dat kost misschien een euro of zo. Dus het is alleen nog niet waarschijnlijk. Hoeveel is denk ik voor een volledig vol is 2,5 euro of zo. Het is niet dat ik hier serieus wat geld aan het uitsparen ben. Hè. Plus dat ik het eerst opgereden heb om hier te komen. Och, 82%. Ik kan al 123 kilometer doen. Nog 1 uur en 40 minuten, 97 kilometer. Ik heb hier, hoeveel heb ik opgeladen uiteindelijk? 92% heb ik uiteindelijk kunnen opladen. Oh, het is echt fris. Het zonnetje is er zo, maar amai, het is hier ook allemaal eenrichtingsverkeer. Maximum 2 uur mogen die hier laden. En je moet de je moet blijkbaar een parkeerschijf gebruiken tijdens het laden. Ah ja, logisch, anders kunnen ze niet checken hoe lang dat je aan het laden bent. Ja, snugger, Hans. Snugger. Oké, op naar huis. Daar is de pijlke. Kan ook echt maar 1 kant op ze hier. Dat is hier wel een typisch Ardens dorpje hoor, maar Philippe viel. Wow, amai, de zon recht in mijn ogen. Eerlijk is eerlijk, ik heb vooral dat soort 2 redenen eigenlijk nu. Dus vooral veel rechtdoor. Dit waren zo wat de spannendste bochtjes. Recording. Ik heb nu ook al 2, ik weet niet hoe mooi gerestaureerde kevers, Volkswagen kevers gezien. En hier, ik weet niet wat hier, het is een beetje terug denk ik. Ik ben er misschien al voorbij. Maar een winkel, alleen een garage eigenlijk, een showroom. Nee, het was toch hier. Ja, hier was het, wacht hè. Daar zie je die glazen vitrine. Daar staat ook een kever, waarschijnlijk te koop. En daar op dat meer zijn allemaal schansen voor de waterskiën. En ze zitten gewoon in het water nu. Dat is hardcore. 5 graden buiten. En lekker een hockey op zijn paard zit ik. Het is een elektrisch paard. Oké, de GPS stuurt mij tot hier. Oh ja, we gaan gewoon daar in 40 naar Bergen terugpakken, verzeker ze. Ja, in Toorgang ben ik ook daar opgereden. Maar ben ik zo rond moeten gaan. Dat is gewoon een shortcut waarschijnlijk. Nee, ik dacht even dat we een mooie... ik dacht even dat we een mooie binnenweging gingen zien, maar het is niet waar, kijk. We zitten al terug op een rechtstuk. Amai, dat er zo'n rechte weg bestaat.
redelijk veel fietsers gezien ook vandaag, chapeau. En zeker hier. Nog 60 kilometer naar huis. En mijn range is eigenlijk nog altijd rond de 100, ja, 124. Dus hij zakt eigenlijk niet echt veel, zo. Ja, nu is hem juist naar 120 gegaan. Ik heb een paar seconden 4 kilometer ervan af. We zijn alweer in, of vlakbij Bergen. Het is 4:33 en het is echt wel duidelijk donker aan het worden. Nog 3 kwartier, 46 minuten naar huis. Nog een kleine 40 kilometer te gaan. En ik heb nog altijd een range van 104. Voilà, hè. We zijn terug thuis, nog 33.